Wauw, that's the stilo. Oh, dat is ook wel leuk eigenlijk. Als je het online ziet, dan is het echt adembenemend. Oh jongens, dit is pas een vest. Moeke, moeke. Het is een beetje miskoop, ben ik bang. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een shoplog. En dit keer een shoplog van een webshop die jullie misschien nog niet kenden. Namelijk Dear Lover. Ik zelf had er ook nog nooit van gehoord. Maar ze hadden mij benaderd of ik wat dingen wilde uitzoeken. En toen ging ik kijken en toen dacht ik, niet alles is helemaal mijn stijl. Maar er zitten wel hele toffe dingen tussen. En het is heel betaalbaar. Dus ik dacht, nou, ter inspiratie voor jullie vond ik het toch wel leuk om er eventjes in te duiken. En ik heb hele toffe items kunnen vinden. Dus er staat hier weer een heerlijk doosje klaar met allerlei items. En de linkjes naar deze items vind je zoals altijd weer in de beschrijving. Dan gaan we nu heel snel beginnen. Maar natuurlijk niet voordat jullie allemaal eventjes je duimpje omhoog hebben gedaan. Laat straks ook even een reactie achter. En abonneer eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Of als je hier nieuw bent. Als je hier nieuw bent trouwens, ik ben Larissa Bruinhooi. Maar misschien had je mijn naam al ergens zien staan. Ik vind dat altijd zo gek. Moet ik me nou nog helemaal voorstellen of niet? Misschien wel, hè? Misschien ga ik dat vanaf nu voortaan wel doen. Hi, ik ben Larissa. This is a shoplog. Maar misschien niet als een maloot dan. Want anders dan ben ik iedereen ook direct weer kwijt. Oké, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Ik weet echt niet waarom ik dan toch weer als een maloot moet doen. Trouwens, ik moet überhaupt oppassen. Want ik heb dus echt... Ik heb echt zo'n lipstick op die overal naartoe kan gaan. Ja hoor, daar is hij al. Op een tanda. Oké, nou daar gaat deze video niet over. We gaan beginnen jongens. Ik begin even met een heerlijke knitwear top. Het is dus zo'n knitwear trui die van je schouders afvalt. En dat vond ik hier wel heel leuk aan. Ik heb heel veel truien al, maar ik heb eigenlijk niet heel veel truien die dan ook nog een klein beetje, ja... sexy zijn. Ik hou altijd wel van die off-shoulder tops. Maar in knitwear kom je dat gewoon eigenlijk niet zo heel vaak tegen. En dit is dus wel zo'n trui. Dus daarom vond ik die heel leuk. En verder is hij eigenlijk vrij basic. Maar hij heeft wel allerlei leuke kleurtjes en streepjes. En hij is echt lekker winters en zo. Ja, ik vind dit wel heel tof. Oké dan, dit begint goed jongens. En voor iedereen die dus niet van crop tops houdt. Nou, deze is ook niet gekropt. Het is gewoon een langer model. Dus helemaal leuk. Ik vind het heel leuk dat hier de mouwtjes een beetje zo zijn omgevouwen. Dat is toch nog eventjes een klein detail wat het wel extra leuk maakt. Och, en hij voelt ook heel lekker aan. Dit is echt een fijn stofje. Ik denk dat je hem trouwens ook gewoon zo zou kunnen dragen hoor. Maar ja, of je zou hem aan beide kanten een beetje zo, weet je. Dan heb je een beetje zo'n boothalsje. Dat kan ook. Oh, dit is ook wel leuk eigenlijk. Dan gaan we even door met iets zwarts. Oh ja, dit is een vest. Ben ik in beeld? Ben ik scherp? Ja, hoi. Kijk, dit is een vest. En ik heb het misschien al een keertje gezegd. Ik heb echt, ja, we weten het, ik heb heel veel kleding. Maar ik heb niet zo heel veel vesten. Omdat ik eigenlijk nooit zo fan was van vesten. Ik vond het altijd een beetje moeke. Moeke, moeke. Ja, met moeke bedoel ik gewoon een beetje oud-wijvig, weet je wel. Maar vlodder en zo. Maar dit is niet maar vlodder. Ja, oké, de combinatie misschien wel. Het past natuurlijk helemaal niet bij deze top. Nou, weet je wat? Ik ga hem even los van deze aantrekken. Maar we kunnen wel alvast die hele regenboog hier zien verschijnen. Ja, dus dat is leuk. En verder is dit ook gewoon van lekker zacht materiaal. En hij is best wel lang, dus nou, hij houdt je ook gewoon wel echt warm. Hij kan niet dicht. Vinden we dat gek? Wat vinden we daarvan? Laat weten in de comments. Vind jij dat zo'n vest altijd dicht moet kunnen? Ik moet zeggen, ik doe zo'n vest eigenlijk nooit dicht. Dus voor mij hoeft hij ook niet dicht te kunnen. Hij is best wel lang. En ook best wel leuk als ik hem zo zie. Eigenlijk is de lengte echt perfect. Om zeg maar zo'n nonchalante look uit te stralen, weet je wel. Oh, deze is eigenlijk heel erg leuk. Ik mis dus echt geen knoopjes of iets. Je kunt hier ook natuurlijk nog een riempje omheen doen of zo. Oh, dat kan ook nog leuk zijn. Stel je doet hier een riempje omheen. Oh, dan kan je hem misschien zelfs als een soort van jurkje dragen. Ja, misschien ga ik nu weer een paar stappen te ver. Maar dan zou je hem nog als jurkje kunnen dragen en dan over knee boots erbij. Oh my god. Oké, dan heb ik nog een vest. Wauw. Wauw, jongens, zien jullie dit? Hier kan je iemand mee doodslaan. Dit is echt
super hard. Ik kreeg ook die doos binnen en ik dacht, wat is die zwaar? En toen dacht ik, nou, ik moet even kijken. Straks heeft iemand er iets ingestopt wat er niet in hoort of zo, weet je wel. Komt het helemaal niet daar vandaan waar ik denk dat het vandaan komt. You never know. Maar er bleek gewoon wel kleding in te zitten. Alleen, het is dus vacuüm verpakt. Hebben ze heel slim gedaan. Alleen, hoe? Wat gaan we nu doen? Hoe krijgen we dit nu open? Even kijken of je... Hoor je dan leeglopen? Ja. Het viel me tegen. Ik had echt een of ander gek ballonnen effect verwacht. Maar nee. In ieder geval snap ik wel waarom ze het gedaan hebben. Want dit is heel veel stof. En dat wilden ze natuurlijk wel gewoon in één doos kwijt allemaal. Oh jongens, dit is pas een vest. Dit is puur genieten jongens. Dit is dus een vest van een soort van badstofmateriaal. Het is echt heel erg zacht. Kijk, ik zal het weer even helemaal laten voelen in beeld. Laten voelen in beeld noem ik dit. Is dit niet gewoon ASMR in beeld gebracht? Zo zie ik dat een beetje. Maar goed, misschien zit ik er helemaal naast. Zo voelt het voor mij. Oh mensen, oh mensen. Oh, wacht, wacht, wacht. Ik ga me gewoon helemaal verschuilen hierin. Who's the champion? Ik weet niet waarom, maar het deed me even denken aan een bokswedstrijd. Here she is, Larissa, the star. Starring Larissa. Woordgrap die echt niet leuk was. Maakt niet uit. In ieder geval, dit is hem jongens. Het vest. Ik ben op zoek naar zakken. Heb ik zakken? Heb ik geen zakken? Jawel, ik heb wel zakken. Kijk, hi. Oké, nou die capuchon die kan wel af. Die is gedemonstreerd. Jullie weten dat hij erop zit. En hij is helemaal leuk. En dit zit zo lekker. Oh. Hier kan je echt gewoon helemaal jezelf in verliezen, man. Ook hier kan je dus weer een riempje omheen doen. Om het leuker te maken. Maar ja, goed, lijkt me helemaal niet nodig. Want wie gaat jou hier nou in zien? Maar hoe cozy is dit? Volgens mij noemen ze dat in Zweden hygge. Ik denk dat dit soort van de definitie van hygge is. Hygge, hygge. Knekkebrut. Dan heb ik hier een topje... Die echt heel anders is dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat dit zo lekker oversized zou zijn. Maar op zich zijn de mouwen wel heel mooi. Ja, ik weet niet. Ik ben sowieso niet zo'n fan van dit stofje. Dus het is een beetje miskoop, ben ik bang. Maar ik ga hem voor jullie aandoen. En wie weet valt het dan alles mee. Ja, los van het lichaampje vind ik de armen op zich best wel leuk. Maar ik snap gewoon niet waarom het hier dan wat strakker is. Het zou gewoon eigenlijk vanaf hier zo, weet je wel, gewoon als een ballonmouw moeten lopen. Of echt zo'n beetje, oversized moeten zijn, weet je wel. Eigenlijk zou je bijna niet moeten zien waar de armen beginnen. Dus dat vind ik heel jammer aan deze top. Ik ga hem even in zijn geheel laten zien dat het dus zo. Maar ik vind hem niet heel mooi. Ik vind ook dit grijze eigenlijk best wel boring. Het halsje ook gewoon niet zo boeiend. Oké, met andere woorden, ik ben niet wowed door dit topje. Oh ja, ik heb inderdaad ook een tasje besteld. Het is wel een leuk tasje, toch? Ik vind hem echt wel leuk. En hij heeft echt heel veel verschillende vlakken. We hebben hier gewoon het grote vlak. Past van alles in. Zit ook nog allerlei kleine zakjes in en heel veel ritsjes. Je kan hier echt van alles in verstoppen. En dan is er ook nog een voorvakje aan deze kant. En een klein voorvakje aan deze kant. En ook, we hebben zelfs nog een achtervakje. Jawel, ook weer met een rits. Hoe fijn is dat? Vooral als je, stel je voor dat je op schoolreis gaat, wou ik zeggen. Alsof ik ooit nog op schoolreisje ga. I wish. Maar stel je voor dat je naar de Efteling gaat. Of zo, weet je wel. Of weet ik veel waar naartoe. Maar als je dan deze rugtas draagt, dan is die wel heel handig. Want je kunt natuurlijk je portemonnee dan in dat achterzakje doen. En niemand die erbij kan. We willen natuurlijk ook even zien wat de stilo van deze tas is. Nou. That's the stilo. Ik vind hem leuk. Zie je hem al gaan? Door die Explorer. Hij is heel erg cute. Kan natuurlijk ook gewoon een sporttasje worden, hè? Dan heb ik hier weer een heerlijk sterrenprintje. En het was niet eens zo bedoeld. Want ik wilde
deze, die ik daarnet heb laten zien, eigenlijk in een andere kleur. Maar nu zie ik dat dit eigenlijk heel goed bij elkaar past. Want kijk, ik heb ook een heerlijk thuispakje gehaald. Ook weer een beetje cremig met van die grijze sterren erop. Dit is de top. Of truitje. En dit is de soort van joggingbroek die daarbij hoort. Oh, wat fijn allemaal dit. Oh jongens, ik kom nooit meer naar buiten. Nou, heel leuk allemaal. Maar ik denk dat ze bij elkaar ook heel leuk staan. Oké, nou dit is het topje. En die kan dus nog helemaal naar boven toe dicht. Als een soort van kooltruitje. Ja. Oké. En met de broek erbij ziet dat er dus zo uit. Eigenlijk een beetje pyjama-achtig. Maar het is gewoon een heerlijk loungewear setje. Die ook weer helemaal lekker zit. Ik kan niet zeggen dat ik hem per se heel mooi vind of zo. Want hiermee zie je me niet naar de supermarkt gaan. Maar hij is wel gewoon leuk. En schattig. En heel comfortabel dus. It is your girl. Starring the All-Stars. What? Ja, dan heb ik dus nog een item. En hiervan heb ik eigenlijk hele lage verwachtingen. Want als je het online ziet, dan is het echt adembenemend. Adembenemend. Dit is echt zoiets wat je eigenlijk wilt bewaren voor, nou ja, je trouwdag. Ja, als ik zou gaan trouwen, dan zou ik zo'n soort jurk nog wel eens willen kiezen voor de avond bijvoorbeeld. Heb je de hele dag je trouwjurk aangehad en dan is het tijd om te feesten. En dan doe je zo'n jurk als deze dus aan. Dat zou ik doen. Dat zou ik zeker doen. Oh, lekker met die glitters. En oh, zo romantisch. Die jurk is gewoon de definitie van romantiek. Nu zijn jullie vast heel erg benieuwd wat ik dan binnen heb gekregen. En ik ben dat ook, maar ik ben ook een beetje bang. Want ik denk eigenlijk gewoon, ja, het kan gewoon niet zo zijn toch, dat die zo mooi is. En al helemaal niet voor die prijs natuurlijk. Dit is de jurk. Oh, ik ben zo stil dat het pijn doet aan je oren, of niet dan? Oké, nou goed. Ja, het is niet wat ik in gedachten had. Echt verre van. Verre van. En dat wist ik. Dat wisten we natuurlijk allemaal. Eigenlijk hadden we het allemaal wel kunnen bedenken voor dit prijsje. Maar ik dacht, weet je, misschien krijg ik wel iets toegestuurd waar ik in ieder geval heel leuk mee naar een festival kan of zo. Of wat ik kan bewaren als, ja, als lookje voor een feestavond met een thema. Even aandoen. En misschien moeten we dit zien als een soort van, ja, nou, ik weet niet. Nee, ik ga hem aandoen. En dan gaan we er nog een keertje naar kijken. Zien jullie die frons in mijn gezicht? Ja, ik heb nog nooit zo moeilijk gekeken naar een outfit. Oh jongens, stop. Dit is hem niet. Voor mij is dit hem niet. Dit is wat je noemt een nutteloze poging om mezelf in een prachtige glitterjurk te hijsen. Want dit is niet prachtig. Dus mijn gala jurk van schoolbal van 2002 was nog beter. Ja, en toen had ik nog niet zoveel stijl. De vraag is dan, kan dit nog wat worden als je het goed stijlt? Nou ja, dan zou je er een hele vette riem omheen moeten doen. En misschien zou het dan wel leuk zijn als hier een split in zat. Misschien kun je er een split in maken. En dan van die zilveren boots erbij. Lijkt het wel alsof je van plan bent naar de maan te vliegen. Maar dan wel als een soort van moon princess. Niet overtuigend? Nee, ik ben ook niet overtuigd. Nee, ik denk dat dit de verkleedkist ingaat. Om er misschien wel nooit meer uit te komen. Dan heb ik hier een topje. En deze is heel interessant, hoop ik. Ja, deze is heel interessant. Dit is een zwarte top. En als je hem zo bekijkt, denk je, oh, boring. Maar dat is hij dus totaal niet. Want hij gaat zeg maar hier om je heen. En dan valt hij hier van je schouder af. Dus dit is echt een soort van, ja, asymmetrisch gebeuren.
Hij heeft wel een hele andere stof dan dat ik voor me zag. Ik dacht dat dit een beetje van dat nylonachtig stofje zou zijn. Maar dat is het dus niet. Oké, nou deze staat me eigenlijk beter dan verwacht, jongens. Ik vind dit eigenlijk wel heel vet. High fashion, minimal, arty farty en chic. De stof is ook echt heel erg prima. Voelt eigenlijk wel goed aan. En als ik hem zo opstroop, vind ik hem eigenlijk nog leuker. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een hele leuke top. Ik doe bijna alsof ik verbaasd ben. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon 10 keer beter dan ik zelf had kunnen maken. En dat kunnen we niet van alles zeggen. Nou ja, jongens, dan waren dat al mijn items van Dear Lover. Ik vond het heel interessant om eens een keertje op zo'n webshop te shoppen waar ik eigenlijk niet zo vaak kom. Zoals je weet, ik ben altijd eerlijk over alle items die ik ontvang, ondanks dat dit een samenwerking is. Dus ik hoop dat het jullie een beetje een beeld heeft gegeven van, nou ja, van wat je er kunt bestellen. Maar neem vooral ook zelf een kijkje. Alle linkjes staan natuurlijk in de beschrijving. Er zaten items tussen die ik echt heerlijk vind en helemaal leuk vind. Ik vond het in ieder geval weer een leuke shoplog. Ik hoop dat jullie dat natuurlijk ook vonden. Doe eventjes je duimpje omhoog. Vergeet niet om een leuke reactie achter te laten. Laat me vooral ook weten welk van deze items jij het leukste vond. En of je zelf alles bij Dear Lover hebt geshopt. En zo niet. Of je dat dan gaat doen naar aanleiding van deze video. In ieder geval heel leuk dat je hier naar hebt gekeken. Vergeet natuurlijk niet om je duimpje omhoog te doen. Een leuke reactie achter te laten. Abonneer natuurlijk ook eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg leuk dat je naar deze video hebt gekeken. En hopelijk weer tot snel. Doeg! Wordt het nog leuker als ik hem zo open doe. Alsof ik een kettingje hier zou dragen of zo. Veel te lui voor natuurlijk wanneer ik deze outfit draag. Als ik deze outfit draag, ga ik precies niks doen. Precies geen accessoires dragen, want dit is echt voldoende. Bedankt voor de feedback. Bedankt voor de feedback. Laat vooral ook je eigen feedback achter. Zou jij dit pakje ook dragen? Zou je ze samen dragen? Zou je ze bij elkaar dragen? Laat me weten in de comments. Geef me wat feedback. Ja, zie je die?